een jaar geleden waren wij gewoon samen en wij gingen even een rondje fietsen. Ja, wij zagen de ponies. Wij vonden het dus een heel erg goed idee om gewoon een brief te schrijven. Met het verzoek om ze misschien te kunnen verzorgen. Toen heeft de eigenaar ons geappt. En sindsdien zijn we hier zoveel mogelijk om de ponies te trainen en te verzorgen. Nou, kom maar. Good boy. Goed zo. Juist, ja. Oh. Good boy. Het valt me op, dat is de Engelse commando's, Joost. Ja. Waarom is dat? Dat is mij ooit aangeleerd bij mij op paardrijden. Want ik rij Engels. Of nou ja, Western. En daar doen we alles in het Amerikaans, dus good boy en dat soort dingen. En dat heb ik ook met deze ponies gebruikt. En wat vinden de ponies ervan? Nou, wij merken wel dat als we hier bijvoorbeeld zijn, dat ze dan wel bijvoorbeeld reactie doen zoals Justy gaat vaak hinniken. Of Hummer die rent naar ons toe. Dat is echt voor elke pony anders. Ja, dat is voor elke pony anders. En op het begin was dat niet zo. Ze moest heel erg wennen volgens mij. En nu weten ze gewoon van oké, daar zijn Ruby en Robine. Ja. En we gaan weer wat leuks doen, dat soort dingen. Ja. Oh, nee! Oh! Pony, kom terug. Deze houdt ervan om te ontsnappen ook, al vindt hij het super leuk om te bewegen. Maar meestal is het niet zo moeilijk om hem weer terug te halen. Hing je hem dit verwachten toen je mooi dat briefje kwam? Nou, eigenlijk niet. Nee. We dachten van oké, misschien mogen we ze af en toe eens even poetsen of zo. Maar we hadden nooit verwacht dat we zo ver zouden komen. En Willem die heeft ook gewoon uiteindelijk een longeercirkel voor ons gemaakt. Zodat we gewoon goed bezig kunnen met de ponies. Ja, daar stond eerst gewoon nog niks. Dan nog even heel wat door, hè? Ben je een beste vriendin? Ja, we kennen elkaar al sinds groep 1. Ja. Ja, en we zijn nu nog steeds beste vriendinnen. Ja, klopt. Ook al zitten we op een andere school, hè? Ja. En waarom ben je een beste vriendin? Wij vinden dezelfde dingen heel erg leuk. En ik denk dat wij het gewoon heel goed. Ik denk dat wij gewoon heel erg goed met elkaar om kunnen gaan. En we denken ook over heel veel dingen hetzelfde. Dus ja, klopt. Dus het is ook leuk dat je hem dit maar al koor delen kennen. Ja, zeker. Heel erg leuk, ja. Maar Justy is nu klaar en ik ga dus nu even uitstappen. Justy. Ja, je hebt nog energie, hè?